Op woensdag 25 september werden belanghebbenden uit de toeristische sector aan beide zijden van de grens uitgenodigd om een dag van uitwisseling en gezelligheid te delen. Dit evenement werd georganiseerd als onderdeel van de lancering van het nieuwe Interreg-project Ruralité. Met het project Ruralité willen we toeristische, rurale ondernemers ondersteunen en hen inspireren tot innovatie. Het begon met een wandeling in de regen in een huifka met muziek. Zo konden de bezoekers twee atypische plaatsen ontdekken. Zoals een oude smederij dat nu een ultramoderne bedrijf is en verschillende roestvrije stalen elementen produceert. Wij hebben bewust de keuze gemaakt om ons bedrijfserfgoed, dus het smessenerfgoed, te gaan bewaren. Om dit in te zetten als leermiddel naar kinderen toe, maar ook om volwassenen te tonen van waaruit wij geëvolueerd zijn. Omdat wij geloven in de waarde van mensen onthalen, net zoals vroeger de smid op straat werkte en als het ware een sociale context had, willen wij binnen het bedrijf ook culturele zaken mogelijk maken, maar ook mensen met het vakmanschap, met de stijl kennis laten maken op een correcte manier. De lunch was een gelegenheid om over het nieuwe concept van picknick te praten. Bedacht door een jonge ondernemer uit Popring, Bart Mostert. Dus dit is onze bak vol hoesting. We hebben ook een rugzak vol hoesting. Maar het concept komt op hetzelfde neer. Bij ons kun je eigenlijk een volledige streekpicknick bestellen. Die bestaat uit allemaal producten die erkend zijn als 100% West-Vlaams streekproduct. Het pakket bevat ook alle andere zaken, zoals bestek, servies, een picknickdekentje enzovoort. De bedoeling is eigenlijk om op stap te gaan in onze mooie Westhoek en eigenlijk de streek niet alleen qua landschap te beleven, maar ook qua smaak. Mensen gaan op stap of met de fiets op stap. Wij plaatsen de box op voorhand ter plaatse. We maken die vast met een cijferslot en ketting aan de bank, dat niemand anders de picknick kan meenemen. Mensen komen toe, krijgen van ons per telefoon of per smartphone de code toegestuurd van het cijferslot en kunnen eigenlijk gaan ontdekken wat er allemaal in de box zit. Ze genieten van het picknick en nadien steken ze alles terug in de box, ze doen die terug op slot en ze kunnen verder met een fiets- of wandeltocht zonder dat ze alles hoeven mee te zeulen. Alle gasten van de dag kwamen vervolgens bijeen in de Sint-Bernardus Brouwerij in Watou om verschillende vernieuwde lokale initiatieven te delen. We vroegen enkele deelnemers om hun indrukken en gevoelens over de organisatie van deze dag te delen. Alors déjà super journée, déjà super lieu hein, pour accueillir un tel projet. C'était super cool d'avoir autant de finalement de voir que d'un côté comme de l'autre de la frontière, on ait des initiatives aussi diverses et variées autour du tourisme et autour de finalement des produits locaux. Donc finalement super content d'avoir pu participer à ça et justement démarrer un projet interculturel autour des Flandres. Quoi. Il y a un vrai travail collectif de la région, enfin des communautés de communes ou tout ça, et de l'Europe finalement, pour faire bouger les choses. Et ça, c'est hyper rassurant. C'est quand on aura validé nos projets de notre côté, on sait qu'on ne sera pas tout seul. Puis il y aura des gens qui pourront peut-être nous aider pour les concrétiser, nous aider pour valider certains projets. C'est bien de se sentir en fait ensemble. C'est une terre d'initiative qui a plein de choses à faire, quoi, et que une vraie dynamique, voilà. Zeker en vast, ik was eigenlijk enorm geboeid door het feit dat het grensoverschrijdend is. En het kadert eigenlijk vooral in mijn project die ik in de lente gestart ben, Cuisine Catherine. Dus mijn bedoeling is om een mediterrane, zuiderse keuken te bieden aan de voorbijgaande toeristen die passeren. En aan mensen in vakantiewoningen op locatie. Ik zie er echt graten in om op die manier samen te werken. Koken voor mensen, koken met streekproducten bijvoorbeeld, dat kan altijd. Hè. We zijn vandaag hier gekomen om mensen te ontmoeten over de landgrenzen heen, om
een passie te delen. Een passie voor de streek en een passie voor de producten van onze streek. In die 17 jaar hebben we al verschillende producten op de markt gebracht. Hebben we ook een ambacht geprobeerd te delen in de vorm van gastronomie. En wat ik er toe aan overhoud is om ideeën op te doen hoe dat we de kruisbestuivingen tussen die verschillende mensen kunnen maken. Ik heb zeker heel leuke ideeën meegenomen in mijn rugzakje om verder een keer over na te denken en te zien hoe dat we in verschillende mogelijkheden kunnen samenwerken. Het hoofddoel van het project Ruralité is de aantrekkelijkheid van de grensoverschrijdende bestemming te vergroten. Dit project is opgebouwd rond 3 thema's. Innovatieve acties te ontwikkelen op het vlak van gastronomische toerisme, bevorderen van ondernemerschap in de toeristische sector en valoriseren van traditie en lokale producten van het grondgebied. Projectmanager Verle Mertens beschrijft de inhoud van deze 3 assen. Een eerste werkpakket concentreert zich rond korte keten. We hebben vele goede kwalitatieve streekproducenten en streekproducten in onze grensoverschrijdende regio. We gaan daarom aan de slag met designers om hen meer ideeën te geven omtrent verpakking en vermarkting van hun producten. We gaan ook nadien met restaurants aan de slag om te kijken hoe zij die streekproducten toeristisch gezien op de kaart kunnen zetten. In een tweede werkpakket willen we ondernemers nog inspireren tot innovatie. We doen dit aan de hand van studiereizen naar innovatieve toeristische ondernemers. Zij geven ons uitleg waarom ze tot innovatie zijn gekomen, hoe ze daartoe gekomen zijn, welke keuzes ze gemaakt hebben, of deze rendabel bleken te zijn, enzovoort, enzovoort. Na andere workshops en inspiratiesessies zullen we ook ondernemers aanzetten om over hun eigen onderneming na te denken. Ze kunnen dan een dossier indienen met de veranderingen die zij wensen aan te brengen. Na de selectie door een jury kunnen zij dan gebruik maken van een individuele coaching op basis van hun behoeften, op basis van hun noden. In een derde werkpakket zullen we ons richten op toeristische innovatieve ervaringen. Hiervoor zullen we pilootprojecten opzetten om ondernemers aan te moedigen om in de toekomst hun eigen projecten op te zetten. We doen dit in een zeer specifieke actie die we noemen diners op uitzonderlijke locaties. Daar willen we samen met chefs aan weerszijden van de grens aan de slag gaan met streekproducten. Het kan via een ontbijt, een picknick, een brunch, een diner enzovoort. Doel van deze actie is dus om pilootprojecten op te zetten om toeristische ondernemers te inspireren om dergelijke initiatieven zelf te organiseren in de toekomst. Toeristische ondernemers die dus geïnteresseerd zijn om deel te nemen en mee te werken aan dit innovatietraject, kunnen ons contacteren via de website.